Deel 7 van Journaal of de gedenkwaardige beschrijvingen van de Oost-Indische reizen van Willem IJsbrands Bontekoe van Hoorn. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Den zesde dito reserveerden wij de ene jonk te slopen, het hout daarvan in de ander te laden, en die meende de piscadores te nemen, alzo zij daar wel brandhout van doen hadden. Den zevende zetten wij de voorzijde twee Chinezen weder aan land. Den achtste dito kwam er een prauwtje met twee andere Chinezen aan ons schip, en brachten ons, als de voorgaande, enige verversing, als appelen, eieren, enige potten met arak, waarvoor wij haar beloofden twee mannen te zullen vrijgeven, één die gekwetst was, en een ander, op voorwaarde dat zij ons meer verversingen zouden brengen. Gaven haar ook 25 realen aan geld, om daar verkens voor te brengen, en lieten ze daarop naar land toevaren. Desnachts is onze jonk, daar wij mededoende waren te slopen, gezonken. De negende en tiende dito haalden wij water, zo voor de jonk als ons schip, en zetten 17 man van ons volk op de jonk om met malkander naar de piscadores te zeilen, zodra het wind en weer was. Den elfde dito kwamen de laatste twee Chinezen weder van land, met haar brengende 5 verkens, een partij eieren, vijgen, appelen en ander goed. Den twaalfde, waaidend een gehele storm, streken onze rees neer. Een Chinees prauwtje dreef van ons weg met een van onze maats. Zonder de sloep daar naartoe, haalden hem daaruit, maar het prauwtje kosten zij door de harde wind niet oproeien, hadden het achter de sloep gebonden, lieten het eindelijk drijven en kwamen weer aan boord. Den dertiende dito lieten wij de Chinezen, die ons de verversingen gebracht hadden, weder naar land varen, met haar beloofde twee landslui. Den vijftiende dito waren die maats in de jonk doende om een bas te beproeven, die zij op een nieuw roodpaardje geleid hadden. Laden met het dubbel scherp, zetten met de mond naar de deur van de jonk. Met zo komt er een jong man uit een van de ruimen, gaat in de deur staan om zijn water te maken, niet wetende van de anderen haar doen. Daarop komt een met een lontstok van de andere kant, de jonkman niet ziende, en steekt er de brand in, en schiet de jongman door zijn been. Voorwaar een droevig ongeluk en grote onvoorzichtigheid van de aansteker. Wij slachten in ons schip des achtermiddags een buffel met een verken, om alzo des anderen daags onze paasfeest daarmede te houden. Terwijl de maats doende waren, plokhaarden onze dominee met een assistent, die beide in de boeien gezet worden. Den zestiende dito, zijnde paasdag, wierden zij beide daar weder uitgelaten. Toen kwam het volk uit de jonk altemaal in ons schip om de predikatie te horen, en bleven voort onze gast op de buffel. Des anderen daags kwamen zij weder om predikatie te horen, was alle dagen ongestuimig weder en variabele winden. Den negentiende dito werd de jongman, die in zijn been geschoten was, het been afgezet, die omtrent een uur daarna stierf. De twintigste dito, ongestuimig weder, uit een oost-noordoost, schoten onze stengen, lieten nog een anker vallen, zag eruit of het al stukken waaien zou, wat om en aan was. De twee Chinezen, die de dertiende van ons schip waren gescheiden, kwamen weder aan boord, brachten ons weder enige verversing, zeiden ons dat er wel 200 jonken gelijk zouden komen om ons te vernestelen. Maakten ons daarom, op die waarschuwingen, van alles klaar om haar, zo zij kwamen, te begroeten. De 27e dito zetten wij onze skampan in het schip en twee vissersprouwen daaruit, die de jonk inzet. Verlangden om het zeil te gaan, want dorsten daar niet wel langer blijven. Doch doordien het dat alle dagen zo sterk waaide en stormde, kostte niet wel het zeil komen, te meer omdat de wind ons tegen was. Ten 28e brachten wij 20 Chinezen in de jonk, om die nevens de onze aan de piscadores te brengen. De 29e dito, 's morgens met redelijk weer, de wind oost-noordoost, gingen wij te zeil met onze jonk, doch hadden veel omzwervens in zee door harde contrariewind en anders. De 1e mei, ongestadig weder. Des morgens zagen wij dat onze jonk van ons gedwaald was, doch ten laatste zagen wij hem een groot stuk in lij van ons, lag heel in onmacht, zijn zeil was weggewaaid. Vonden daarom goed, alzo het heel hard begon te waaien, het volk daaruit te lichten. Ik voer ten dien einde met de boot heen, namen het volk over, doch konden nevens ons volk, die 16 in het getal waren, niet meer als 10 Chinezen overkrijgen, de anderen waren schuilgekropen. De wind begon ook hard op te steken, zodat er nog 10 Chinezen in de jonk bleven en wegdreven, kwamen desmiddags weder aan boord, gisteren ons omtrent 8 mijlen buiten de oostelijkste eilanden van Macau te wezen, en alzo hier een gestadige wind waait, omtrent halfjaar om halfjaar, dat men het moezon noemt, zo kan diegene die te laag vervalt, zij aan de ene of andere kant van de piscadores, niet wel opwaart aankomen, voordat dat het moesson weder verlopen is. Zwerven om die oorzaak hier lange tijd,
dan eens zettende, dan eens zeilende, eer wij in de Piscadores kwamen, leden ook veel ongemak van storm en ziekte bij gebrek van verversingen. Ja, waren op het laatst van 90 mannen boven 50 gezonde mannen niet van ons eigen volk. In onze weg ontmoeten wij nog een Chinese jonk, kostelijk geladen, enige duizenden waardig, die naar de Manilius wilde, namen hem, hadden wel 250 zielen in, nam het volk meest over, op omtrent 20 à 25 man na, en stelde 15 à 16 man van ons volk daarbij, en bonden de jonk achter aan ons schip en sleepten hem. We hadden doe ettelijke 100 Chinezen in ons schip, waren bevreesd dat zij ons overweldigen zouden, want wij, als verhaald, maar 50 gezonde mannen sterk waren, lieten al ons volk met geweer opzij gaan, even of het altemaal officieren waren. Desnachts lieten wij al de Chinezen in het ruim lopen, zetten dan een stut bovenop het luik en behingen het overal met lampen, dat het onder het verdek licht was, en bij het luik hielden 5 à 6 man met blote sabels de wacht. En des morgens deden wij het luik op en lieten de Chinezen boven komen, om haar gevoeg en anders te doen, waardoor het krielde van mensen op het schip. Ik was dikwijls in de kajuit gegaan om te slapen, maar konde niet. Als ik boven kwam, zo maakten de Chinezen dadelijk ruimte, gingen aan beide zijden op haar knieën leggen, met de handen samen, zodat zij als lammeren waren. Daar wierde verhaald, dat onder haar een profetie was, dat haar land ingenomen zouden worden van mannen met rood baarden, en alzo ik een rood baard had, schenen zij dieshalve mij met meer vrezen te aanschouwen. Doch dit was zo het zeggen, hoe het is God bekend. Wij dorsten haar evenwel niet vertrouwen. Zij gingen 's morgens langs de boorden van het schip en in de rusten zitten, reinigden en kemden haar. Zij hadden zulk lang haar, dat het vele, als zij overeind stonden, tot de waden van de benen hing, terwijl zij met een draai, vlechtsgewijs, op haar hoofd leggen, steken daar een pen door, die het vasthoudt, met de kam daartegenaan. Wij brachten ze alle in de Piscadores. Daar woonden zij alle, nevens de andere Chinezen, die wij en andere schepen en jachten daar gebracht hadden, 2 aan 2 aan malkanderen gesloten, moesten aard aandragen tot het fort. Ja, toen het fort gemaakt was, waren er wel 1400 in het getal, die toen meest naar Batavia werden gebracht en al daar verkocht. De Piscadores was ons rendezvousplaats, als verhaald is, daar wij stee hielden, en voerden daar van af en aan, en namen alle Chinezen die wij krijgen konden, en brachten die daarbij een. Terwijl wij hier in de Piscadores lagen, kregen wij zulke orkaan, dat al de schepen bijkans op het droog waaiden. Onder alle, onze jonk waaide geheel op het land. In de Piscadores leggende, kreeg ik een brief van Batavia, door Christian Frans, van mijn broeder Pieter IJsbrands Bontekoe, die, als voor verhaald is, schipper op het schip Haarlem was, die de 4e januari op de kust van China van ons naar Batavia ging, schreef mij dat onze broeder Jacob IJsbrands het voorgaande jaar ook voor schipper in Indië was gekomen, uit Holland, wezende toe met ons 3 gebroeders in het land, alle 3 schippers. Verhaalde dat Jacob met het schip Mauritius, in compagnie van het wapen van Rotterdam, heel miserabel aankwam, hadden onderweg ieder omtrent 275 man verloren. Het wapen van Rotterdam had zoveel gezond volk niet behouden, dat het zijn zeilen kost gebruiken. Jacob kwam in de straat van Sunda bij 2 jachten, die Jacob voor Batavia brochten, maar het ander schip had Jacob gelaten aan de zuidzijde van Java, daar hij met jachten en vaartuig naartoe weerde gezonden om het te zoeken. Vonden hem, en hij werd er schipper opgemaakt. Werd naar Ambona gezonden. Schreef ook dat de heer generaal Koen met het schip, daar Jacob mede in het land kwam, te weten Mauritius, uit Oost-Indië naar Holland was vertrokken, de 2e februari 1623, in compagnie van nog 3 schepen, en dat de heer Pieter de Carpentier, daags voor het vertrek van de heer Koen, tot generaal over Indië gesteld was, etc. Daar kwamen doe ook veel huisgezinnen uit Holland op Batavia, zo met het wapen van Hoorn, daar schipper op was, Pieter Gerrits bier- en broodspot, en andere schepen. Daar trouwden ook veel Hollanders op Batavia, zodat velen haar hier vastmaakten, om zo licht niet te vertrekken. Den 25 oktober is er bij de edele heer commandeur Cornelis Reyers en zijn raden geordoneerd, dat wij met onze 5 schepen, te weten het schip Groningen, Samson, Muiden, Erasmus en Victoria, welk laatste om reden niet medeging, onder de commandeur Christian Frans zouden gaan naar de rivieren van Shincheu, om dezelfde bezet te houden, dat er geen jonken naar de Manilius of andere onze vijandenplaatsen zouden varen, en aan haar te verzoeken, gelijk wij dikwijls en gestadig gedaan hadden, de vrije handel met haar op Taiwan, en haar alsdan alle vreed en vriendschap aan te bieden. Doch indien zij hierin niet wilde consenteren,
haar de oorlog aan te doen, te water en te land, waar hetzelfde met avantage en tot voordeel van de compagnie kon geschieden, gelijk datzelfde breder was uitgedrukt in de instructie ons van de edele heer commandeur en zijn raden medegegeven, gingen diezelfde dag nog te zeil. De 28e dito kwamen wij voor de vernoemde rivier, zetten het onder het eiland met de pagoden, daar al het volk was afgevlucht, behalve een oud man, die wij vonden, lieten, gelijk onze ordre was, een witte vlaggen waaien, hopende dat er iemand van Aimui bij ons zouden komen om ons te verspreken. De 29e dito werd onder ons goed gevonden dat men op ieder schip 30 à 40 zwabbers zouden maken en 8 à 9 palies met water, als ook een deel leren emmers langs het schip zouden stellen, om, of de Chinezen ons met branders toekwamen, de brand te uiten, als ook dat men scherpe wacht zouden houden en dat 2 schuiten een derde deel van een mijl van de schepen alle nachten op de wacht zouden leggen, ook om water te halen. Roeiden de stukken op en waren wel op onze hoede. En alzo niemand van Aimui bij ons kwam, schreven de 30e dito een brief aan de Totok van Aimui en bestelden die met die oude Chinees die wij op het eiland vonden. Wij schreven dat wij al daar gekomen waren om met haar de handel en vrede te verzoeken, gelijk wij in de vorige conferentie tussen haar en ons gehouden gedaan hadden, en voort enige complimenten tot zulk schrijven wel voegende. Publiceerden ook diezelfde dag deze navolgende ordonnantie op alle de schepen. Ordonnantie, waarnaar zich het volk van de schepen leggen in de rivieren van Tsingcheou zullen hebben te reguleren. Alzo wij met onze 4 schepen al hier in de rivieren van Tsingcheou liggen, om zoveel als mogelijk is die van China het uitvaren naar Manila of de enige andere onze vijanden plaatsen te beletten, derhalve wel te vermoeden is dat de Chinezen niet zullen nalaten hun uiterste de vaart te doen om, het zij met openbaar geweld, onder schijn van vrede of andere bedriegelijke middelen, met haar brandschepen, die ze met de stroom zouden mogen afzenden, ons van hier te drijven, waarom het hoog nodig is dat er vooral in alle de schepen, of de boots en de chaloepen, zij dat ze aan boord of een stuk bovenstroom van de schepen als uitleggers mochten leggen, goede, scharpe en de behoorlijke wacht wordt gehouden, en de alzo bevinden dat dezelfde dikmalen bij de matrozen zeer slechtelijk werden waargenomen, zonder acht te nemen wat schade en de onheil daardoor te verwachten hebben, werd hiermede bij de edele commandeur Christian Franks en de raad geordoneerd en de bevolen, gelijk wij ordoneren en bevelen, mits deze, aan alle scheepsofficieren en de matrozen, niemand uitgezonderd, dat ieder zijn wachten ter plaatse daar hij zouden mogen gesteld werden, behoorlijk zal waarnemen, op poene dat degene die slapende of de ter contrarie doende bevonden werd, 3 maal van de ra zal vallen en er met 100 slagen voor de mast geleerst werden. Ieder wacht zich voor schade, alzo deze voorzijde ordonnantie zonder enige dissimulatie aan de contraventeurs naar behoren zal geëxecuteerd werden, want hetzelfde in haar kwetsie en in haar gelegenheid der zaken alzo bevinden te behoren. Actum in het schip Groningen, leggen in de rivieren van Tsingcheou, deze 30e oktober 1623. De 1e november kwam er met een scampan een Chinees genaamd Chipshan aan ons boord. Zij, zo wij om vrede en de handel te verzoeken kwamen, dat het aan haar zijde niet en zouden mankeren, alzo de ingezetenen daar alle wel toe genegen waren, en gaf ons voort goede hopen van een goed succes. Zeiden ook dat er wel 300 Chinese kooplui vergaderd waren geweest, en hadden besloten een request aan de Kombon van Hoxien te presenteren en te verzoeken om met ons te mogen handelen, alzo zij, zo hij zeide, door de oorlog haar goed verloren, en, zo de oorlog continueerde, geschapen stond om het enemaal te verarmen, resolveerden daarom instantelijk de handel en vrede met ons aan de voorschreven Kombon te verzoeken. Deze Chipshan zeide verder dat er ter plaatse, daar hij woonachtig was, een kluizenaar of eremiet in het gebergte woonde, die van grote afkomsten was, en had een machtig rijk, menen ook banderijn over die provincie, geweest, hebbende hem na het overlijden van zijn huisvrouw, die hij zeer lief hadde, tot deze eenzaamheid begeven, deden nu niet anders, zo hij zeide, als arme luiden, die geen middelen en hadden, haar zaken bij de groten uit te richten, was alzo bij de groten en de kleinen in hoge achting en aanzien. Ja, hij wierde voor een profeet en zijn woorden voor profeetzin gehouden. Zeide ook dat hij deze kluizenaar het verschil tussen ons en haar te kennen had gegeven, en hij ook verstaande dat de grote preparatie maakten om ons te beoorlogen,
was hij, zei de Tsjipsjan, bij haar gegaan, hun voorzeggende, dat, zo zij ons de oorlog aandeden, zij haar staat in perikel zouden stellen. Waarover Christian Frans, de vernoemde Tsjipsjan, vraagde, of men die kluizenaar niet te spraak en zouden konden bekomen, om hem ons oprecht en eerlijk verzoek met alle omstandigheden te vertonen, hetwelk Tsjipsjan beloofde te zullen beschikken, en twijfelde niet, of zouden dat wel verwerven bij hem, en zeide, dit zal ik doen, omdat gij geloven zult dat ik het goed met u mene. Daarop is hij vertrokken, verklaarde steelsgewijs bij ons gekomen te zijn. De derde dito is Tsjipsjan met de gezeide kluizenaar, nevens nog een Chinees, aan ons boord gekomen. Wij verklaarden hem de oorzaken van onze komst en wat onze meningen en verzoek was. Die, nadat er enige reden wederzijds waren gevallen, ons beloofde zijn uiterste devoor te zullen doen om de zaak tot een goed einde te brengen. Gaven hem een brief, van dezelfde inhoud als die wij met de oude Chinees gezonden hadden, aan de Totok. Hij beloofde diezelfde Totok te behandigen. Twee à drie dagen daarna kwam Tsjipsjan weder bij ons en bracht antwoord op de onzen, waarin de Totok schreef dat hij verstaan hadden dat wij met onze schepen onder het eiland met de pagoden gearriveerd waren, den vrede en handel met haar verzochten, terwijl hem lief was, zo wij het met goede herten meenden, en niet gelijk wij voor deze met valsheid en bedrog, gelijk hem beliefde te schrijven, gedaan hadden. Zouden dan wel mogelijk zijn om een goed akkoord te maken? Hadden ons, in de laatste conferentie met ons gehouden, twee wegen gewezen, te weten, de gevangen Chinezen in vrijheid te stellen, en Pehu, bij ons genaamd Piscadores, te verlaten, en hadden geen van beiden willen accepteren, waardoor de handelingen doe vruchteloos afliep. Wij antwoordden dat onze meningen goed was en altijd geweest hadden. Hij schreef wederom dat hij verstaan hadden dat wij gekomen waren om de Chinezen te beroven en geen geld of koopmanschap medebrochten om te handelen, waarop hij verzocht dat wij onze meningen zouden verklaren. Waarop wij weder aan hem antwoordden dat onze meningen goed was en niet anders als voren de handel verzochten. Hij schreef wederom, dewijle wij persisteren bij onze goede meningen, dat wij dan een kapitein bij hem zouden zenden om van alles met hem te handelen en een vrede of bestand tussen malkanderen te sluiten, voor een deel jaren of voor eeuwig. Wij verzochten daarop aan de voorschreven Totok dat hem zouden gelieven toe te laten dat wij met een jacht voor Aimui mochten komen, om dicht bij de hand te zijn, want deze zaken beter van nabij als van verre konden afgehandeld worden. Hiertoe kregen wij met de naasten licentie om met één à twee schepen voor Aimui te mogen komen. Hebben eindelijk de dertiende dito met Malkander goedgevonden dat onze commandeur Christian Frans met de jachten Muiden en Erasmus naar Aimui zouden zeilen. Ten veertiende dito vertrokken de jachten, die des anderen daags voor Aimui kwamen, en wij met de twee schepen bleven onder het eiland leggen. Tussen de zeventiende en achttiende, in de nanacht, ben ik met de boot naar onze jachten gevaren, om eens tijding te hebben hoe de zaken met haar gelegen was, want het begon ons te verdrieten dat het zo lang duurde, daar het voor haar vertrek zo nabij scheen. Maar onderweeg zijnde, dicht bij de jachten, zagen wij dat het ene jacht in de brand stond, en het ander hadden ook drie branders aan boord, en voeren in groot perikel door een grote menigte vaartuig van skampantjes en enige oorlogsjonken, en zagen omtrent 50 branders. Voeren aan het jacht Erasmus, dat door kloekmoedigheid de ene brander hadden uitgeblust en de andere twee van haar gekregen, zodat zij miraculeuzelijk van dat perikel verlost werden. Maar het jacht Muiden raakten zijn fok en voor Marseille straks in brand en scheen niet te helpen, verbranden en sprong voort met volk met al, zijnde een deerlijke zaken. Wij gingen terstond naar onze schepen met het jacht Erasmus. De vrienden van Erasmus verhaalden ons hoe zich de zaken tot zover hadden toegedragen, zeiden, met dat zij voor Aimui gekomen waren, kregen zij terstond enige gedeputeerden aan boord, verzoekende dat enige van de hoofden aan land bij de Totok zouden komen, om van de zaken mondeling met elkander te spreken, welk bij de commandeur beleefdelijk weerde afgeslagen, hem excuserende geen bekwame tolken daartoe te hebben. Maar zo de Totok geliefde, zou de enige van de zijne zenden met volle macht om met ons een akkoord te sluiten. Daarop voeren zij weder naar land. Wederkomende zeiden dat de Totok haar volkomen hadden geautoriseerd en volle macht ten dien einde gegeven, en dat alles wat van haar met ons gesloten zou worden, vast en onverbrekelijk van hem zouden gehouden en van waarde gekend worden. Zijn daarop met Malkander in handeling getreden en geaccordeerd en besloten dat zij in Taiwan met ons zouden komen handelen en aldaar zoveel zijde waren brengen als ons kapitaal zouden strekken,
dat ze op de Manilla, Cambodja, Siam, Patani, Jambi, Andrigeri of de op enige andere plaatsen niet en zouden varen als met pas van ons, dat ze ook 4 à 6 jonken naar Batavia zouden zenden om al daar met de heer-generaal te spreken wegen de zaken van de Piscadores, daar ze ons garen afhadden. Dit akkoord solemneel gemaakt zijnde, voeren zij aan land, kwamen daarna wederom aan boord, verzochten dat enige kapiteinen bij de Totok aan land geliefden te komen, dat het akkoord op de ene zijde in het Chinees en op de andere zijde in Duits zouden geschreven en bezworen worden, opdat de Totok de Combon van Oxieu mocht schrijven, alzo in zijn presentie geschied te zijn. Brachten met haar 3 mandarijns tot ostagiers en, naar haar gewoonte, 3 pijlen tot verzekerdheid. De commandeur Christian Frans met de raden van de jachten hebben daarop goedgevonden dat hij, commandeur, zelf, met Doede Floris Kraag, schipper op Muiden, en Willem van Houdaan, opperkoopman op Erasmus, haar aan land zouden vervoegen, om het bovengeschreven te verrechten. Aan land gekomen zijnde, met omtrent 30 man, onder ander ook de schipper van Erasmus, Jan Pieters Reus, werden daar, zo het scheen, heel wel ontvangen. Zij stelden tafels op strand voor het bootsvolk, disten wakker op. De commandeur belastte Jan Pieters Reus dat hij op de maats passen zou, om die straks weer naar boord te schikken, en zij werden geleid naar het huis van de Totok. Het scheen dat zij de bootsgezellen zochten dronken te maken. De mandarijns dienden de tafel, wilden dat schipper Jan Pieters Reus mede opwaarts naar de Totok zouden gaan. Hij geliet hem of hij nog volgen zou, maar ziende, zo hij hem inbeelde, dat het geen klaarschapen werk was, deden de maats opstaan en dadelijk in de boot vallen en voer met haar naar boord. 'S Avonds, gelijk het besproken was, ging de stierman Mozes Klaas van het jacht Muiden met een gemande sloep naar land, om ons 3 voornoemde raden te halen. Aan land komende werden van de Chinezen gehouden. Het volk in de jachten wisten niet wat zij denken zouden, waarom dat de sloep en onze raden zo lang aan land bleven, vraagden daarom de ostagiers waarom de onze niet wederin kwamen, antwoorden, zij zijn vrolijk. Maar die vrolijkheid is wel af te meten, want in dezelfde nacht, omtrent 4 uren voor dag, kwamen zij, als voor verhaald is, wel met 50 branders om de jachten te vernielen, gelijk zij het ene deden, etc. De Chinezen hadden ook enig Chinees bier aan de jachten gezonden, daar zij vergif in gedaan hadden, om alzo ons volk te vergeven, maar wierden zonder schade bij ons bekend. Het scheen dat God het niet beliefde. Deze tijdingen smarten ons alle dapper, want het was een groot verlies voor ons en een goddeloos schelmstuk van de Chinezen, dan God zal alles te zijner tijd oordelen. Ter wereld en is geen bozer venijn dan vriend te schijnen en vijand te zijn. Einde van deel 7.